Als u deelneemt aan een spaarloonregeling, kunt u vanaf 1 januari 2012 waarschijnlijk niet meer inleggen in deze regeling. De regering wil de spaarloonregeling vanaf volgend jaar stoppen. De spaarloonregeling was oorspronkelijk bedoeld om medewerkers van de onderneming belastingvrij te laten sparen. Voor extra inkomen, bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken. Door dat spaarbedrag in te houden op het bruto loon, werd dat bruto loon lager en betaalde men minder belasting. Het bruto bedrag wordt netto gespaard. Daar komt dus nu een eind aan. Daar komt dan wel iets anders voor in de plaats. De spaarloonregeling en de levensloopregeling worden samengevoegd tot de vitaliteitsregeling. Hoe die er precies uit komt te zien, is nog niet duidelijk. Wat betekent dit voor u? De bedragen die u al gespaard hebt, blijven gewoon op de rekening staan. Er worden alleen vanaf 1 januari geen nieuwe bedragen meer opgestort. Misschien heeft u de spaarloonbedragen gebruikt om een lijfrente of een spaarverzekering te betalen. Heeft u zo'n verzekering bij Aegon? Dan incasseren wij de premiebetalingen van uw spaarloonrekening of rechtstreeks van uw werkgever. Dit is na het stopzetten van de spaarloonregeling niet meer mogelijk. Wilt u uw lijfrente of spaarverzekering voortzetten? Dat kan. Zo blijft u vermogen opbouwen. Dat is nog steeds aantrekkelijk omdat u de premie kunt aftrekken van de belasting. U kunt dan aan ons een ander rekeningnummer doorgeven. Dan zullen wij daar voortaan de premie van incasseren. Wilt u meer weten over de gevolgen voor uw verzekering? Neem dan contact op met uw werkgever of uw adviseur.